Het is woensdag 3 april, tijd voor een nieuwe reguliere Pantelitsch podcast. We dachten het vandaag te gaan hebben over de euforie op de Future Cup, de overwinning in Zwolle. Misschien wat voorbereidingen op de klassieker, maar opeens was daar de bom die Alex Kroes heet. Het op non-actief stellen, het schorsen van onze nieuwe algemeen directeur. Dat alles ga ik vanavond bespreken met Bart Sanders en Thijs Zwagerman, die Kevin Kavinsky vervangt. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Goedenavond, Lars. Hoe is het met jullie? Laten we eens beginnen bij Bart. Nou ja, met mij persoonlijk goed. Dus daar niks over te klagen. Maar bij Ajax is het never a dull moment. Hè? Dus het was even keken we uit naar de zomerstop voor een nieuwe start. En dan krijg je rond 8:30 het bericht dat er nieuws aan zit te komen. En ja, dan staat een kwartier later staat er op dat Ajax Kroes geschorst is. Ja, en dan denk je wel weer, oké, here we go again. Helaas, club staat weer in de fik. Een nachtmerrie, inderdaad. Het seizoen leek met de nachtkaars uit te gaan. Ik dacht, waar gaan we de komende weken toch alsjeblieft die podcast mee vullen? Er is weer genoeg om over te praten. Het is weer een lekker moment om in te vallen, hè, Thijs? Ja, ik kies er wel uit, hè. Nee, het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. In een seizoen waarin je denkt dat je de bodem al gezien hebt met letterlijk een 18e plaats. En zoveel bestuurlijke chaos, trainers eruit, TD eruit. En dat je eigenlijk sinds 2 weken is er weer een beetje optimisme. Die hele nieuwe organisatie die vorm krijgt, daar worden we enthousiast van. Nou, dit weekend Marijn Beuker nog gesproken. Die zijn echt met hartstikke goede dingen bezig daar op de toekomst. En inderdaad, een paar uur later staat de hele club weer in de hands. Ben je als Ajax weer landelijk nieuws. Ik denk dat het niet in een seizoen zo vaak is gebeurd als ook dit jaar. Met alle chaos en crisis die er is. En ontzettend triest. En we moeten er allemaal weer wat van maken. Maar je kan het bijna niet geloven wat hier bij deze club de afgelopen 2 jaar allemaal zich heeft afgespeeld. Nee. Hey Thijs, jij moest vandaag werken bij ESPN. Je hebt een reconstructie gemaakt. We gaan er straks allemaal rustig doorheen. Maar hoe heb jij deze dag beleefd? Ja, complete chaos om heel eerlijk te zijn. Tot echt 20 minuten geleden aan toe. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig geweest met, in de ochtend. Ik stond mijn tanden te poetsen om naar kantoor te gaan. En ik zie dat appje van Bart binnenkomen. Dan denk je, wat gaat dit zijn? En toen sloeg het inderdaad in als een bom. Dus gelijk naar de redactie. Dan is daar iedereen in de touwen natuurlijk. Om zoveel mogelijk uit te zetten, op te vragen, aan te pakken. Grote redactievergadering geweest. En omdat het al snel ging over zijn handelen met voorkennis en ik dat boek van Menno de Galan van Ajax in crisis had gelezen, waarin natuurlijk heel gedetailleerd stond beschreven wanneer hij ook al bijvoorbeeld als TD had gesproken. En ik merkte dat in de eerste berichtgeving ging het heel veel over dat Alex Kroes een week voor zijn officiële benoeming of voor zijn voorgestelde benoeming nog ongeveer zijn aandelenportefeuille had verdubbeld. Maar niemand had het erover dat die voorkennis zich ook al in alle periodes dus voorafgaand in de afgelopen 2 jaar dat hij ook al superveel vertrouwelijke gesprekken met Ajax heeft gevoerd. Dan ga je eventjes informeren, want ik ben natuurlijk ook geen jurist, dus meerdere advocaten gesproken. Uiteindelijk on the record wilde Manuel Blog mij meer vertellen en die bevestigde eigenlijk deze lezing. En dan weet je als journalist en mediamaker dat je verhaal te pakken hebt. Dus dan is het een kwestie van zorgvuldig uitwerken, naslag doen. Je bronnen raadplegen en gewoon een degelijk verhaal opstellen, zeg maar. En vanaf het moment dat dan naar buiten gaat, is het dat is een soort van pas de tweede fase. Want dan gaat het de wereld in en dan ontploft je telefoon zeg maar nog een keer. Met allemaal reacties en veelal positief. Ik merk ook dat Ajax, uit een bepaalde hoek, dat Ajax supporters je het bijna kwalijk nemen. Van alsof ik de club zeg maar dan schade aanricht met zo'n verhaal. Ja. Terwijl ik werk natuurlijk gewoon voor ESPN, waar we objectief journalistiek medium zijn die dit soort dingen ook gewoon aan de kaak moeten stellen. Dus voor mij persoonlijk ook wel in dat opzicht iets groots en iets moois. En je ziet dat het wat doet. Maar het nieuws voor Ajax is natuurlijk beduidend minder, laat dat duidelijk zijn. Want jij hebt vandaag eigenlijk letterlijk een boek van Menno de Galan. En
en het statement van Alex Kroes naast elkaar gelegd. Gewoon in tijdlijnen, toch? En je met datums gaan vergelijken. Ja, dat was de puzzel inderdaad. Dus daarbij kun je ook al gelijk afvragen hoe handig het is dat Alex Kroes zelf met zo'n statement komt op LinkedIn. Je ziet het natuurlijk ook bijna nooit, hè, dat iemand die... Normaal is het een beetje van stilschitten als je geschoren wordt. En dat is misschien soms ook verstandiger. Maar hij voelde gelijk de behoefte om zijn verhaal uitgebreid te doen op LinkedIn. En, wat ik in eerste instantie heel lekker vond. Ja, ik vind ook die transparantie. Ja. En ik bedoel, we moeten ook niet vergeten, dit is gewoon zijn kant van het verhaal. Alleen toen ben ik dus aan de hand van alle data die hij daarin noemt. Want hij zegt heel gedetailleerd wanneer hij is begonnen met aandelen kopen. Wanneer hij bij heeft gekocht. Wanneer bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Dus ik wist, wat een paar maanden geleden is dat boek natuurlijk Ajax in crisis uitgekomen. Dus die ben ik ook weer ingedoken. Dus aan de hand van het eerst inderdaad het statement van Kroes, tijdlijntje gelegd. En vervolgens terug gaan zoeken met alle data die Menno de Gajan in dat boek beschrijft. Ja, en dan zie je opeens dat hij is gepost in maart 2022 voor de functie van TD. Dat hij eerst met Lee Meijer, toenmalige voorzitter van de RVC, heeft gesproken. Vervolgens met Danny Blind, de technische adviseur, officieus, want die had toen geen functie meer. Maar ja, dat staat ook in dat boek beschreven. Die had op de achtergrond nog steeds zeggenschap. Dat is op 5 april 2022. En Alex Kroes die zegt op LinkedIn, vanaf 6 april 2022 ben ik begonnen met aandelen kopen in Ajax. Ja, Dan is het letterlijk puzzelen. En heel bizar verhaal natuurlijk wel. Maar eigenlijk begint daar al het eerste handelen met voorkennis. Zo is mij ook bevestigd door juristen dat zeker het geval zou kunnen zijn. Hey, we gaan er even rustig doorheen in het komende uur. Belangrijk om even te vermelden is dat wij alle drie de afgelopen 16 uur heel veel wel wijzer zijn geworden, maar nog steeds geen experts op dit gebied. We gaan elkaar proberen feitelijk te corrigeren als het niet klopt. Maar zitten er nou dingen in die niet helemaal kloppen? Onze excuses daarvoor. Maak ons daar vooral van bewust in de comments of op Twitter. Maar het is nogal wat om te bespreken. Dat heb je heel af en toe in podcastland en vind ik toch wel belangrijk om even te zeggen. De Raad van Commissarissen, de RVC van Ajax, heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen. Kroes kocht 42.500 Ajax-aandelen in de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023. Het laatste pakket aandelen op de dag dat hij via appjes en mails wist dat hij algemeen directeur zou worden, aldus van Praag bij ESPN. Op 2 augustus 2023 werd hij met uitstel aangesteld als de nieuwe CEO van Ajax, Michael van Praag. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap. Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren. Zeker niet als het de CEO betreft. Ja, Bart, wat was jouw eerste gedachte toen je het nieuws kreeg? Nee, nou, is het allemaal nou wel zo erg? Dat was mijn eerste gedachte. Hè? Wat is hier nou gebeurd? En ik vond al snel ook de rol van de RVC vond ik zeer twijfelachtig. Ook het momentum waarop dit gebeurt. En ik had meteen de vraag van hoe kan zoiets 2 weken nadat iemand in dienst komt, terwijl je al maandenlang wist dat hij kwam, dat het nu pas, zeg maar, dat nieuws bereikt werd en dat Ajax die informatie had. Ja, dat vond ik ook wel heel, heel frappant. Als je zo de hele dag alles leest en hoort, en ook vanavond vooral, dat je alles ziet, dat je denkt van ja, zo'n Alex Kroes is vooral heel naïef. En ik denk ook een beetje dom. Maar ik geloof niet dat hij kwade zin had om dit te doen. Maar ja, het blijft een idee van dom, dus dat maakt dat in principe niet meer uit. Ja, je wordt er volgens mij ook niet heel erg rijk van, dus daar hoef je het ook niet van te doen. Ik geloof dat het dan, hè, Thijs, weet jij misschien beter, maar hè, als het heel goed met Ajax zou gaan, zou dat om een ton gaan of 2, geloof ik. Niet zo heel veel. Een beetje afhankelijk van die bedrijf. Ja, dus rond die koers. Ajax nou, zit hij heeft 20 jaar op de beurs volgens mij en het schommelt altijd een beetje rond de 10 euro. Ja, precies. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een slapend aandeel. Hè? Ja, dat. Veel mensen niet kopen voor. Het omdat ze het leuk vinden. Uit en omdat je als onderdeel bent van de club. Ja. Exact. En daarom zeg ik ook van ja, hè, dat je zoveel risico neemt voor zo'n slapend aandeel. Dat vind ik dan ook wel echt heel naïef. En ja, ik vraag me ook af, ook zo'n RVC, want daar wil ik het ook wel even. Kijk, voor Alex Kroes is geen weg meer terug. Hè? Dat is klaar. Ik bedoel, ze houden nog een slag om de arm. Maar ja, hij gaat misschien nog een zaak ervan maken.
maken. Maar ik zie niet voor me dat hij terugkomt. Want hij is nu natuurlijk enorm besmeurd. Hè? Of hij het nou wel of niet. Of misschien nog eens gelijkgesteld wordt. Wie weet. Maar het gaat even een stap terug, hè, Bart. Wat je zegt inderdaad, er is geen weg meer terug. Maar dat is door de weg die Ajax nu heeft gekozen. Dat is dan toch eigenlijk al heel opvallend. Ze hadden dat toch open kunnen laten. En hem bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd schorsen. Zoals met Mislint dat eerder gebeurde. Ja, nee, dat is wel heel opvallend. Dus Ajax is er per direct klaar mee. En ze hebben het al over vervanging zoeken. Ja. In de interviews die we gezien hebben van Michael van Praag. Ja. Dus ja, dat is gewoon een einde verhaal met Alex Kroes. En heel spijtig, want iedereen had gehoopt dat dit de verlosser was. Nou ja, ik heb het een paar maanden geleden al getempeld dat ik dat overdreven vond. Ja, en het verbaast mij vooral, en daar moeten we zomaar nog even op inzoomen, hoe een RVC, wat een controlerend orgaan is binnen zo'n beursgenoteerd bedrijf, dit allemaal laat gebeuren. En met een bepaalde naïviteit en ook, ja, dat je denkt van, je hebt misschien dat affaire gehad. Er zitten mensen in die RVC nog steeds die ook toen onder H2 met Van der Sarre zaten. En dan denk je toch van, hoe kan dit? En hoe lang blijven die mensen hier nog zitten na al deze dingen? Want de enige taak die ze hebben is controleren. Nou, als dat niet lukt, dan zitten daar niet de juiste mensen. Ja. Ja. Hey, de RVC wist er dus van. Op 17 november 2023 was er een algemene vergadering aandeelhouders. In deze natuurlijk geeft de RVC zelf aan dat het op de hoogte was van de portefeuille van 42.500 aandelen die Kroes in bezit had. Belangrijk om te vermelden is dat er een verschil is tussen aandelen hebben en aandelen bijkopen op het moment dat je weet dat je de situatie gaat beïnvloeden. Maar het blijft toch wel frappant dat het erop lijkt, en zelfs in de notulen staat van die algemene vergadering aandeelhouders, dat ze ervan wisten en dat niemand aan Alex Kroes heeft gevraagd van, hey, wanneer heb je die gekocht? En het werd Michael van Praag gevraagd door Christian Wielaert van ESPN. En toen zei hij van, nee, dat voelt helemaal niet als mijn verantwoordelijkheid. Maar dat is toch precies wat een raad van commissarissen moet doen. Dat zou je wel zeggen. Controlerend orgaan. En dat is niet gebeurd. Dat vind ik vrijwel bizar om te horen. Nee, maar dat is bizar. Dat is heel bizar. Juist precies door hoe Bart het net uitlegt, wat de functie van een raad van commissarissen is binnen een groot bedrijf, binnen een beursgenoteerde organisatie, is dat ongelooflijk. En dan kan het niet zo zijn dat pas wanneer Alex Kroes een Excel-sheet indient met aandelenportefeuille en transacties, dat je dan denkt, hey, die datum lijkt wel komt wel verdacht dicht bij jouw officiële benoeming. Ja, dan lig je gewoon echt te slapen. Dat valt niet goed te praten. En dat dan Michael van Praag zelf zegt, ik verwijt mezelf niks. Ik ben later begonnen en alles was al in kannen en kruiken toen ik erbij kwam. Ja, maar die officiële benoeming nog altijd niet. Dus voor dat moment kun je ook gewoon terug, ondanks dat er contracten zijn getekend en noem maar op. Er wordt altijd gezegd dat is een formaliteit, maar daar sta je ook als vergadering voor. Dat je dat kan terugdraaien en dat nog niet officieel is, zolang het niet... Dat is juist het moment ook, hè, dat moment. En dit is ook de reden, hè, als wij naar de opbouw van zo'n RVC kijken. En het afgelopen jaar is het natuurlijk veel over die RVC gegaan. En dan zeggen wij van, ja, Georgette Sleek of Annette Mosman. Ja, ik kende al die mensen niet. En toen ging het heel veel over, er moet een voetbalman in de RVC zitten, wat nu dan weer Danny Blind is. Maar bijvoorbeeld een Annette Mosman van APG, die heeft heel veel kennis van beursgenoteerde bedrijven, financiën. Die zou dit moeten controleren, toch? Gewoon daarvoor zitten dit soort mensen in zo'n raad. Helemaal daardoor juist. En zeker gezien de recente verleden, waar je als RVC zoveel gedoe hebt gehad met eerst het hele debakel met Huntelaar en Hamstra en Van der Sar. Toen het debakel met Mislint had. Dan ga je toch zorgen dat je alles wat je kan controleren gaat controleren. Zeker iemand als Alex Kroes, die, hè, weten we allemaal, nauwe connecties had met een zaakwaarnemerskantoor. Nou, dat wil helemaal niks zeggen. Maar dan ga je iemand die dat heeft toch altijd goed controleren. Zeker zo'n iemand. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Ook een onbeschreven blad. Want ik vind best wel gek, naar alles wat er gebeurd is binnen de organisatie, dat je zegt, het is vooraf niet gevraagd op basis van vertrouwen. Vanaf nu gaan we dat als RVC anders doen. Dan, wat mij betreft heeft de RVC, en Michael van Praag is de voorzitter van die RVC, heeft vandaag laten zien dat zij ook
moeten wijken dan, toch? Een brevet van onvermogen. En ik vind het voor Michael van Praag nog in mindere mate, omdat hij later erbij is gekomen. Maar zeker de drie anderen die er zitten, die zaten er ook bij zijn benoeming. Of althans, hè, de vooropgestelde benoeming. Die hebben heel lang de tijd gehad. Sterk, en ik vind ook, Michael van Praag zegt wel, ja, ik ben er pas later bijgekomen, dat klopt. Maar wel vanaf oktober. En tot nu is een half jaar. Hè? Dus er had ook nog heel veel gedaan kunnen worden. Maar ja, als je echt je eigen laat overmeesteren door een Excel-sheet met data, ja, dan zou ik toch ook denken bij mezelf, van, hebben we toch ook iets niet goed gedaan, lijkt mij. Ja, een Excel-sheet. Jij noemt dan Michael van Praag nog iets minder. En dat is natuurlijk ook feitelijk juist omdat hij later is ingestroomd. Maar ja, hij is natuurlijk wel volledig betrokken bij de afhandeling nu. En ik vind dat daar ook heel veel steken in worden laten vallen. Ja. Hey, eerder vandaag sprak ik met quote-journalist Bastiaan van der Belt. Hij was het een beetje op het spoor gekomen. Want op het moment dat Alex Kroes officieel aantrad, moest Ajax communiceren over het aandelenpakket wat hij had. En toen werd bekend 42.500. Nou ja, en toen heeft hij nagevraagd gedaan van, is dat een tekenbonus? Want dat is vrij normaal in zo'n situatie. Maar wij vroegen hem hoe hij het een beetje op het spoor kwam. De financiële beursdingetjes, dat is een beetje ons dagelijks werk. Ja. Dus de vallen ons nog wel eens dingen op. Dat was eigenlijk ook zo het geval bij Alex Kroes. Opeens een melding van de beurswaakhond over Ajax. En dat gebeurt niet zo vaak, want Ajax is nogal een slaapaandeel. Mm-hmm. Dat gebeurt gewoon niet heel veel. Volgens mij is het meer een fun aandeel. Mensen kopen dat om heel trots in hun Twitter-bio te zetten dat ze mede-eigenaar zijn. Zeker. Of skin in the game. Ja. En iemand kocht het om skin in the game te hebben. Wat ook raar was, was dat het om een hele grote een groot aantal ging, 42.000 stukken. Dus ongeveer goed voor ruim 4 ton. Ja. En dat er geen aankoopprijs bij stond. Dat zet ons aan het denken. Wat is hier aan de hand? En dat was bekendgemaakt op 15 maart, de eerste dag dat Alex Kroes begon. En dat gebeurt vaker bij beursgenoteerde bedrijven. En meestal betekent dat een tekenbonus voor de nieuwe directeur. Ja. Dus met die vraag zijn wij naar Ajax gestapt. En daar raakte Ajax wel een beetje van in de stress, was ons beeld. Ja, Bastiaan begon dus vragen te stellen. En toen werd Ajax wel lichtelijk onrustig. Dat is toch ook bijzonder, Bart? Ja, maar dat bedoel ik. Ze hebben de indruk, geven ze ons, dat ze zijn overvallen door dit alles. En dan denk ik van, dan heb je de boel niet onder controle als je bent overvallen door zoiets. Je bent met een hele RVC bezig om de club te controleren, om alles na te gaan. Dan kun je je toch niet laten overvallen door, met alle respect, een quotejournalist die dan vragen stelt over een, al dan niet een bonus. Ja, dat kan er bij mij niet in. Ik vind het echt een extreem brevet van onvermogen. En na alles wat er al gebeurd is en ook wat er nog gaat komen, laten we dat niet vergeten. Ik bedoel, het KPMG-rapport van Mislintat en eventuele belangenverstrengeling. Ja, ik sluit niet uit dat daar de RVC ook niet helemaal brandschoon uitkomt. Ja, dan moet je toch afvragen wat de huidige bezetting nog te doen heeft bij Ajax eigenlijk. Ja, en ik had ook niet de indruk dat Bastiaan met hele scherpe vragen kwam met Thijs. Hij stelde gewoon wat basisvragen, gewoon om wat opheldering, maar precies. Niet met het idee van ik ga Ajax hierom verwerpen. Nee, totaal niet. En dat is dan denk ik ook het verschil tussen misschien een quote die toch een focus dan meer heeft op het zakelijke aspect en het financiële. Die misschien, althans zo komt het op mij een beetje over, niet eens door hadden wat voor iets groots zij hiermee op het spoor waren. En het feit dat je Ajax op deze manier zeg maar voor het blok zet. En hij geeft ook aan, hè, dat ze een tijdje moesten wachten op reactie van Ajax. En dat Ajax het zelf moest uitzoeken. Ja, dat duidt natuurlijk, dat zet alle signalen op groen, zeg maar. Dan beginnen je vingers te jeuken, want dan denk je, ik heb hier beet. En dan vind ik het eigenlijk nog bescheiden wat Quote ermee heeft gedaan. Hè? Want ze hebben een kort artikel over geschreven waarin ze het eigenlijk heel zakelijk en zuiver wel melden van, we hebben dit geconstateerd. En dat is de grote compliment aan Quote, want zij zijn het op het spoor gekomen. Ja. En vervolgens hebben ze het neergelegd bij Ajax in het kader van hoor en wederhoor. En die reactie van Ajax vermelden ze. En daarmee is eigenlijk zetten zij een punt achter het verhaal. Terwijl achter de schermen blijkt dit voor Ajax een comma te zijn. En heeft het hele balletje aan het rollen gebracht. Dus het is vooral de aanloop, zeg maar, zijn zij op het spoor. En dat is uitstekend. Vervolgens het hele nasleep, die hadden zij denk ik ook niet zo verwacht. Nee, we vroegen ook aan Bastiaan of Ajax nog wat anders had kunnen doen. Ajax had het zichzelf zo makkelijker kunnen maken door dit gewoon te communiceren, want
Als zij gewoon bij zijn aanstelling kennelijk maakt van, oh, dit is onze directeur. Onze directeur is een groot zakenman en hij heeft aandelen in heel veel bedrijven, waaronder ook in Ajax, 42.000 stuks. Ongeveer een tientje. Nou, dan hadden wij een heel ander verhaal geschreven. Ik denk dat ik niet eens gedacht had aan de handel met voorkennis. Nee. En nu opeens was het zo'n rare gang van zaken dat wij vragen begonnen te stellen en dat die bal dus is gaan rollen. Ja, dat is toch ook wel frappant dat hij dan zegt, Ajax had dit heel erg anders kunnen doen. Gewoon melden dat dit het geval was, dat Ajax dat Alex Kroes 42.500 aandelen had. Dan was hij geen vragen gaan stellen. Heb jij daar nog ideeën over, Thijs, wat Ajax anders had kunnen doen? Ja zeker. En nogmaals, het is niet dat ik het allemaal het licht heb uitgevonden en hier ga vertellen hoe Ajax had moeten handelen. Maar zoals net ook gezegd, je bent vandaag veel mensen heb ik gesproken en je leest je in. En dan heb ik ook vanuit juridische hoek meerdere kanten gehoord dat het gewoon mogelijk had kunnen zijn om dit af te doen met een boete, met een berisping. Openlijk spijtbetuiging van Alex Kroes. Van ja, het is dom geweest, het is naïef geweest. Eigenlijk het statement wat hij sowieso al nu naar buiten heeft gebracht. Maar dat je vervolgens als Ajax zegt, we zijn wel heel tevreden over zijn functioneren. Hij staat op scherp, we hebben hem op de vingers getikt. Streep eronder, zand erover. En vanaf hier gaan we bouwen aan het nieuwe Ajax. Nou ja, daarmee was de kous toch ook af geweest. En dat had ik helemaal niet gek gevonden. En Michael van Praag die zegt gelijk, het is absoluut geen optie. En we hebben er nog naar gekeken om hem dan misschien te degraderen in functie. Maar dat kon allemaal niet. Terwijl, ja, dat soort dingen kunnen wel gewoon. En als je ziet hoe Alex Kroes, hoe zeg maar de man, je kan van hem vinden wat je wil vinden. Maar hij straalt echt Ajax uit. En dat heeft hij vanaf het eerste moment dat dit rond is gekomen. Een en al trots, een en al clubliefde, motivatie om zeg maar deze club er bovenop te werken. Daar geloof ik ook in. Ik heb ook, wat net als Bart zegt, niet het gevoel dat hij zichzelf financieel wilde verrijken hiermee. Wat ook eerder bij Mislint dat denk ik heel erg overdreven was. Maar goed, dat zullen we in dat KPMG-rapport wel gaan merken. Maar het is super dom geweest van hem. Het is super naïef geweest. Daar had je hem ook absoluut voor kunnen straffen. Maar om dan gelijk te zeggen, desnoods schors je hem tijdelijk en stel je weer een onderzoek in. En dan ga je daarna kijken wat de conclusies zijn. Maar dit is, komt op mij heel erg over alsof Ajax volledig in paniek is. Ook het feit dat ze dit nog niet heel lang weten. Vrijdag Alex Kroes hebben ingelicht. Een paasweekendje overheen laten gaan. Dan met een warrig statement naar buiten komen waarin ze bijvoorbeeld, zoals ook Kroes in zijn eigen statement schrijft, een beroep doen op zijn morele kompas. En dat is dubieus, hè? Want als jij iemand beticht van een strafbaar feit, dan ga je niet zeggen, ga je niet naar zijn morele kompas wijzen. Als iemand strafbare dingen doet, dan hou je het bij de feiten, bij het juridische gedeelte. En er zijn ook letterlijk advocaten geweest die ik vandaag heb gesproken, die zeggen van, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit stand gaat houden, want die begint te lachen, zeg maar, als je een beroep gaat doen op een moreel kompas, terwijl je iemand beticht van een strafbaar feit. Dat rijmt niet met elkaar. Hier gaan we zo nog heel even op verder. Laten we eerst heel even die reactie van Alex Kroes erbij pakken. Want hij reageerde vrij snel via LinkedIn, wat ik opmerkelijk vond. Normaal wordt er, als iemand uit zichzelf reageert, voor een medium gekozen waar hij of zij zich fijn voelt. Vaak is dat een grote krant. En dat kunnen meerdere kranten zijn, van het Algemeen Dagblad tot de Telegraaf. Maar Alex Kroes deed op LinkedIn. Vond ik op zich wel een vette keuze. Jij, Thijs? Ja, enorm. En het tekent ook wel voor de transparantie waar hij ook voor staat. Ik bedoel, hij schuift aan bij Kale en Kokkie. Hij heeft zich gelijk gepresenteerd in interviews. En dan vind ik dit ook een dappere keuze. En misschien ook wel weer passend in de mediaverschuiving die we al vaker hebben aangestipt. Hier kan je gewoon ongecensureerd je verhaal doen. En het is jouw verhaal. En iedereen die het leest, die leest dat ook als, oké, dit is zijn versie. En vervolgens kan iedereen daar natuurlijk zelf zijn conclusies bij trekken. Maar ook voor mij weer een teken, Thijs, dat hij zich van geen kwaad bewust was. Ja. En dat hij wel meteen dacht van, ja, is niet handig, niet slim. Kijk, hij heeft zijn eigen ruiten ingegooid uiteindelijk. Volledig, zo moeten we ook zijn. Hè? We hebben het over de RVC. Maar uiteindelijk, als hij gewoon dat wat slimmer had gedaan en minder naïef, dan was het niet zo gelopen waarschijnlijk. Maar ja, je merkt aan alles. Het was denk ik een prima man om nu aan boord te hebben. En ik denk dat het voor hem ook een enorme teleurstelling moet zijn dat dit zo loopt op de manier waarop het loopt. Alleen, hoe het dan loopt, ja, daar kunnen we toch als club zijnde, hè, en RVC ook, dat had nooit zo mogen lopen. Laat ik het zo zeggen. Ja.
In dat statement staat: met pijn in het hart laat ik weten dat de raad van commissaris van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als algemeen directeur van Ajax. Kroes geeft aan dat er vorige week door enkele media vragen werden gesteld over zijn aandelenpakket. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je mede-aandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. Skin in the game, zoals dat heet. Put your money where your mouth is, hoorde ik vandaag veel. Ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan. Ajax heeft hier geen gehoor aan gegeven en heeft nooit een verdere vraag gesteld over dit aandelenpakket. Sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Nou ja, daar hebben we het net over gehad, hè, Thijs. Dat misschien niet helemaal zo is. Lijkt vervolgens de schuld deels bij de RVC neer te leggen. Afgelopen vrijdag heeft de RVC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Dit is niet ingegeven door een signaal van bevoegde toezichthouder, de autoriteit financiële markten, oftewel de AFM, maar op basis van het eigen morele kompas. Ik zal nu zelfstandig naar het AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om een onafhankelijk oordeel te komen. Net bespraken we en zei jij eigenlijk, Bart, er is geen weg meer terug. Thijs, jij zegt het is misschien, het houdt niet, misschien niet helemaal stand volgens juristen. Is er wel of geen nou, kijk, dat, weg terug? Kijk, dat zijn twee dingen natuurlijk. Er is geen weg meer terug. Dus het enige wat nog zou kunnen, en nogmaals, dat zou kunnen, we moeten het doen met alles wat we nu in het openbaar weten. Dus ja, het is altijd weer afwachten hoe een rechter daarnaar kijkt. Maar dan, het enige wat dan zou kunnen is dat hij een schadevergoeding krijgt voor reputatieschade of iets dergelijks. Want ja, het is duidelijk dat hij in geen geval gaat terugkeren bij Ajax. Die weg is door Ajax gelijk keihard dichtgegooid en daar heb ik wel moeite mee, moet ik zeggen. Ja, ik kreeg ook. We komen nou een beetje in het. Dan moet ik even oppassen in het soort conspiracy-theorie. Maar ik heb ook wel een beetje de indruk dat de RVC niet heel erg baalt van dit vertrek. Het voelt voor mij al de hele dag als een hele goede stok die ze hadden in de achterzak om mee te slaan op het moment dat het hun niet zou zinnen. Nou ja, Michael van Praag heeft inmiddels zelf aangegeven dat de directie op zoek gaat naar een nieuwe trainer en dat hij zich er dan over gaat buigen met de rest van de RVC. Kortom, hij heeft de touwtjes weer in handen. Zeker. En kijk, de vraag is dan van... ja, wat je voelt, hè, wat jij ook zegt, Lars, wat je proeft de hele dag ook, is dat deze RVC misschien al helemaal meer reden had. Hè, dat ze niet blij met Kroes waren. Misschien wilden die heel veel wijzigingen doorvoeren. Hè. Misschien vonden ze zijn optreden vooraf in het boek, waar we het net over hadden, niet zo prettig. Hè. Kan ik me iets bij voorstellen. Hebben we toen ook in de podcast om geroepen. Dat is Ajax ook niet zo slim. Nee, vond ik ook al heel naïef en dom van Alex Kroes om dat vooraf te doen. Hij heeft misschien dat de meeste oplichter genoemd. Ja, terwijl je dan zelf... De kracht ook niet, ja. Ja, dan denk ik, nou Alex, je hebt aan je eigen PR niet echt heel erg goed bijgedragen. Dus ja, hij heeft de RVC ook in de positie gebracht dat ze dit kunnen doen. En ja, we gaan zien wat de toekomst brengt en nou ja, hoe ze dit op gaan lossen. Jij zegt, je hebt aan je eigen PR niet heel erg bijgedragen. Ik denk naar buiten uit, naar de supporters. Ik denk dat het gros van de supporters best wel achter Alex Kroes staat, toch? Als Ajax ziet, zeker. Intern, de RVC en degene... Ik denk dat ze de afgelopen twee weken... Alex Kroes is natuurlijk een eigen gereide man met een eigen visie. Die ging de boel daar echt wel even opschudden. Ja, dat denk ik ook. Er is misschien sprake van een reorganisatie. Ja. Ik denk dat daar ook wat mensen van geschrokken zijn. En als jij oude jongens krentenbrood wil, is een Alex Kroes niet heel erg handig. Nee, maar dat bedoel ik met de PR. Hè? Meer de interne PR. Dat bedoel ik meer. Dus niet zozeer naar buiten toe, maar meer gewoon richting Ajax. Men had natuurlijk het gevoel van tevoren, ook door zijn uitspraken, ja, daar kwam wel een olifant in de porseleinen kast. Dat gevoel heerste wel intern. En ja, hoe lekker is dat, hè? Als jij daar zit en je zit er al jaren op bepaalde posities, dat dan iemand komt die gaat vertellen dat het allemaal anders moet. Ja, het is nu een beetje speculeren, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat zijn komst wel met enige zweetdruppels op de rug werd ontvangen. Ja, nou 100%. En kijk, weet je, ik vind het gewoon echt eigenlijk heel erg zonde. Want een club, of de club die Ajax is, met zo'n gigantisch potentieel, dat ga je op deze manier en zo
lang, zeg maar, die nou ja, zoals dat er wordt genoemd, die vijfde kolonne. Ik bedoel ook Michael van Praag, met alle respect, maar het is een man van 76. Zolang dit soort mannen nog steeds invloed hebben bij een club die eigenlijk het constant heeft over willen aanhaken op Champions League niveau, ja, dat kan alleen als er innovatief gedacht gaat worden. En bijvoorbeeld wordt gekeken, een Marijn Beuker, die vertelt dit weekend van, wij willen dingen uit het internationale voetbal terugbrengen tot de Ajax-filosofie. Dus om te kijken naar hoe we het best kunnen verdedigen, kijken we naar Italië. Om te kijken hoe we creatief kunnen aanvallen, kijken we naar Spanje. Nou ja, dat soort theorieën. Je hoeft er bij die vijfde kolonne, waar de vereniging Ajax een groot deel nog uit bestaat, waar inmiddels de RVC weer uit bestaat, je hoeft er niet mee aan te komen. Want zij zeggen, nee, het voetbal is uitgevonden in Amsterdam en we hebben het hier toch altijd goed gedaan. We hebben de Champions League gewonnen. Ja, dat in de jaren 70 en in 95. Maar de laatste recente successen zijn natuurlijk ook gewoon geweest met een Ten Hag die stoïcijns van buitenaf is gekomen. Overmars die volledig op technisch vlak zijn eigen ding of zijn eigen weg ging. Nou ja, daarbuiten ook, maar laten we het even houden op zijn technische vlak. Ja, en dan kunnen we nu concluderen dat Kroes ook hard op weg was om dat te doen. Hè? Wat je zegt, de frisse wind, bezem er doorheen. Had best wel uitgesproken ideeën over hoe je een organisatie kan aanpakken. Mm-hmm. Heeft bij Go Ahead op kleine schaal in een hele korte tijd aangetoond dat succesvol is geweest, die aanpak. Wat je hem volledig kunt verwijten is inderdaad domheid en naïviteit. En daarmee stel je Ajax of geef je Ajax de stok om mee te slaan. Maar ja, over zijn ideologie en zijn ideeën met Ajax ben ik best wel te spreken. Ja, dat zeker. Maar je ziet ook, je vergeet één ding, Thijs, denk ik, en dat zijn de leden. Ja. Kijk, de leden bij Ajax, die hebben eigenlijk de macht. Want die bepalen uiteindelijk met stemmen wie er op bepaalde posities komt. Ook binnen de RVC. Al die mensen binnen de RVC, die moeten daar ook komen via stemrondes bij een ledenraad of bestuursraad. Dus uiteindelijk zijn de leden dus ook net zo, ouderwets, ja, om het even jouw termen te gebruiken. En moet de Ajax ook echt naar zichzelf gaan kijken. En iemand zei pas, het is een beetje incestueus af en toe. Ja. Ja, en ik denk dat wel een term is die af en toe bij Ajax past. Ja. Terwijl er heel veel mensen zijn die denk ik heel veel goed werk bij de club leveren. En heel veel ook met de club goed voor hebben. Wij ook trouwens allemaal, want we hopen dat we liever niet dit soort afleveringen hoeven te draaien. Maar het is wel, Ajax draait zichzelf een beetje als een kamikaze-piloot de nek om. Heb ik sterk het idee. Ja. En dat is gewoon heel erg jammer. Ja, je houdt jezelf gewoon ontzettend klein. En het kan toch niet zo zijn dat deze, zeg maar, stille meerderheid, om het even zo te noemen, alleen maar naar boven komt of niet naar boven komt op het moment dat het eerste elftal goed resultaat boekt. Want dat is de enige periode waarin ze, zeg maar, in hun mand zitten. En zodra er onvrede is, er slechte prestaties zijn, dan komen uit alle hoeken wilde verhalen en onvrede, kikkers die uit de kruiwagen springen. Ja, het is geen werkbare situatie en het gaat ervoor zorgen dat Ajax nooit zijn grote potentieel kan vervullen, zolang dit het geval is. Nee. Dan rest de vraag, hoe nu verder? Michael van Praag gaat zelf verder als gedelegeerd commissaris, gaat met directie meelopen en adviseren. Ja, dat komt bij mij ook weer over als de Michael van Praag die de touwtjes in handen wil hebben. Ja. En zeker met dit hele verhaal als niet handig en helemaal niet fijn. Nee, helemaal niet. En ze moeten nu ook, geloof ik, binnen 30 dagen een vervanger aan gaan stellen. Volgens mij is dat wettelijk verplicht voor een beursgenoteerd bedrijf. Ja, mag ook een ad-interim zijn. Hè? Ad-interim zijn. Nou, dan doemt de naam van Menno Gele meteen op. Ja. Die wordt ook alweer genoemd. Die wil dat vast en zeker ad-interim doen. Dus niet voor de lange termijn, maar wel ad-interim. Ja, daar zal ook naar gekeken moeten worden. Hoe ga je dat doen? Een TD. Ik denk dat Vivel, waar veel gesprekken mee gevoerd zijn door Alex Kroes, die gaat niet meer komen. Nee. Want die zou komen onder het bewind van Alex Kroes. Nou ja, die is weg, dus die komt ook niet. Nee. Dus ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. En wat te doen met de coach. Hè? Ja. Ik bedoel, Alex Kroes zal ook zijn ideeën hebben gehad over de coach. En misschien daar ook al mee bezig zijn geweest. Wat is de invloed daarop? Nee, precies daarom, want we hebben zo vaak natuurlijk gezegd hoe belangrijk het is om eigenlijk vanaf begin februari al toe te werken naar het nieuwe seizoen. En ja, precies. Het is geen lekkere prognose voor ook alle Ajax-liefhebbers die dit luisteren, maar je gaat gewoon weer zo'n jaar beleven als dat dit seizoen het geval is geweest. Want je gaat zonder TD en zonder trainer een transferzomer in. Ja, fijne wedstrijd, maar dat werkt gewoon niet.
Nou, Van Praag zei daarover in het interview dat ze dat... Kijk, ze gaan in principe het model hanteren voorlopig wat nu ook draait. En dat is Kel van der Lang, Marijn Beuker, eventueel met klankbord Louis Verhaal en Danny Blind. Ja. Dat die dat dan het technische beleid verder vorm gaan geven. Ja, dat kan. Alleen, het is allemaal maar pappen en nat houden. Nee, als dan ook Menno Rehde tijdelijk nog als algemeen directeur moet doen, is het ook eigenlijk pappen en nat houden. Ja, je loopt weer achter de feiten aan, terwijl je het al veel eerder voor jezelf veel makkelijker had kunnen maken. Daarom. En in de, zeg maar, de mensen nu op technisch vlak, daar heb ik echt wel vertrouwen in. Ook een Kelvin de Lang en wat je hoort. Marijn Beuker en Kelvin de Lang zijn echt gewoon goede gasten. Zeker. Maar en ook bijvoorbeeld Kelvin de Lang in onderhandeling. Hè, want dat is natuurlijk een totaal andere rol dan die rol als scout. Maar zijn werk op de achtergrond bij het aantrekken van Henderson, hoe standvastig die daarin is geweest. Ook gewoon zijn sociale skills. Hij heeft natuurlijk over de hele wereld of internationaal gewerkt. Dus die weet ook gewoon hoe je dat soort spelers een fijn gevoel kan geven. Plaatje kan voorschotelen. Goede kijk op voetbal. Maar je noemt het inderdaad pap en nat houden. Het gaat erom dat als je bij een club beleid wil maken, dan heb je duidelijkheid nodig voor de langere termijn. Welke grote spelers gaan nou instappen bij een club waar onrust is in de directie, waar geen eens nog een trainer is op dit moment. Ja, dan, en dan, je wilt nu al zeg maar concreet bezig zijn met je nummers 1 op iedere positie. En wat je nu gaat krijgen is dat die nummers 1, 2 en 3 straks weer allemaal weggaan. En dan kom je weer bij de B-garnituur uit, waar je dan misschien laat in de transferwindow veel geld aan moet uitgeven voor een speler te ver verwijderd is van het gewenste Ajax-niveau. En het is gewoon een vicieuze cirkel waar je op deze manier die gaat doorbreken op deze manier. Nee. Het is pijnlijk. Je moet van boven naar beneden. Maar dat wordt weer schier onmogelijk op deze manier. Als we dan naar algemeen directeuren kijken, hè, dan heb je de optie Menno Gele. Je hebt natuurlijk ook andere opties. Marijn Zeeman van Jumbo-Visma is inmiddels aangesteld bij AZ. Dat is bijvoorbeeld een zeer innovatieve en interessante keuze. Wat je ervan ook van mogen vinden. Je hebt aangesteld, de Clarence. Nog niet definitief, wat? Toch? Of wel? Nou, is niet definitief, toch? Ik dacht dat het persbericht was dat hij een belangrijke kandidaat was. Maar goed, is er nog wel een kleine slag om de arm? Ook omdat hij toch een voorliefde voor Ajax heeft. En misschien dat nog een verschil zou kunnen maken als je daartussen springt. Oh, want jij ziet het ook nog als eventuele optie voor Ajax zelfs. Ik vind het een hele interessante naam in ieder geval. Ik weet niet in hoeverre dat concreet speelt. Maar ja, met zo'n topsportachtergrond en zo'n bredere achtergrond. Nou ja, en als je ziet hoe hij je binnen het wielrennen oppakt bij Jumbo, Visma, inmiddels Visma, Leasebike. Is dat zeer interessant. Daarom, inderdaad. Ja. Dan heb je ook nog de optie een Clarence Seedorf. Een boegbeeld. Ja, maar ik zie je al glimlachen, Lars, stiekem een beetje. Maar dat is toch geen serieuze optie, jongens, alsjeblieft zeg. Nou ja, weet je jongens, ik zit gisteren... Nee, ik moet niet liegen. Ik zit niet te kijken naar Rondo. Maar dan zie je op Twitter die clipjes weer langskomen. En dan zie je Patrick Kluivert zeggen dat hij het heel gek vindt dat hij nog niet is benaderd voor een functie. Waar 3 hele grote voormalig voetballers omheen zitten. En... naar het schijnt een goede presentator, maar niemand geeft een weerwoord. Dus nou, in de voetbalwereld die wij in Nederland hebben, zou dat dus kunnen. Sterker nog, volgens mij was het Boularus die het opgooide aan Patrick Kluivert. Hoezo ben je eigenlijk nog die benaderd? Ja. Die zei, maar ook weer die. Dat is wel lekker, we hadden eigenlijk beloofd daar nooit meer op stil te staan. Maar je wordt er toch elke week weer mee geconfronteerd. Ook weer die containerbegrippen zoals de rode deuren gaan open. Ja, daar heb ik niks aan. Deuren gaan open. Baars moeten de deuren wat vaker dicht zijn, denk ik, dan open. Dat is zeiden. Het roept maar en het lult allemaal maar elkaar na. En ik snap ook die iconen niet. Hè? Want laten we het wel wezen. Patrick Kluivert is echt voor mij een icoon en een held. Mm. Op basis van voetballen, Patrick Kluivert. Maar op basis van denken die gasten allemaal dat ze bestuurlijke functies kunnen inkleden, terwijl ze daar helemaal geen track record op hebben waarop ze daar gebaseerd zouden moeten gaan doen. Nee. En dat ze dat puur op basis van hun heldenstatus als voetballer dat moeten doen. Dat vind ik echt gewoon bizar voor woorden. En het is nog veel erger dat daar dan zo'n heel bataljon aan iconen omheen zit die ook nog allemaal knikkend. Het is gewoon LinkedIn TV waar je naar zit te kijken. Eerst Marie Stijn, dit. Iedereen die in de put zit, in de voetballerij die een baan nodig heeft en die graag wat zelfvertrouwen wil opdoen, die moet bij Rondo gaan zitten. Want daar krijg je alle ruimte om maar gewoon te roepen waar je zin in hebt. Ja. Ja, ik vind het echt bizar. Daarbij nog wel over Seedorf, even de nuance. Ik vind dat wel echt een legende, hoor. En als je hem dan hoort praten, zo wijs en zo verstandig. Ik kan daar uren naar luisteren. 100%. Maar inderdaad, als eindverantwoordelijke binnen een beursgenoteerde organisatie. Ik zou niet weten op basis waarvan.
Nee, maar dat is het. Kijk, als voetballer buiten kijf. Ja. Hoger kan bijna niet. Dat hoor je mij ook niet zeggen. Mm. Het gaat mij erom. Welke rol heeft Seedorf bij een voetbalclub gehad dat hij nu de algemene directeur van Ajax moet worden? Ja. Ga je Ajax, wat na 2 jaar deze scheidperiode doormaakt, ga je dan een man aanstellen die niet weet hoe het is om een algemeen directeur te zijn? Ja, dat lijkt me heel onverstandig. Ja. Ik zou zelf, maar goed, dat is mijn two cents, Michael Kinsbergen, misschien nog eens polsen. Die heeft dat op een hele rustige, goede manier gedaan. Tijdelijk met Van der Sar als een soort leermeester. Dat is geen man van poeha van de voorgrond. En volgens mij iemand die best wel goed binnen de club ligt. Ah, daar hoor je ook wel wisselende verhalen over, hoor, moet ik zeggen. Nou ja, ik hoorde er altijd positieve verhalen over. Maar dat zou dan een optie zijn, vind ik een logische optie, dan de opties die we net noemden. Zeker, dat wel. Jordi Cruijff is ook zo'n boegbeeld. Maar ja, die heeft ook als AD niet de meeste ervaring, zeg maar. Ja. Maar lijkt me wel een heel wijze persoon om dat te doen. Maar dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor als wat we net bij Seedorf zeiden. Ja, er zijn niet veel opties. En dan heb ik liever iemand buiten de voetballerij die bewezen die rol heeft ingevuld. Ja. Kijk, en als je een voetbaldirecteur gewoon aan gaat stellen die het hele voetbalgedeelte samen met Marijn Beuken op gaat tuigen en met Keil van der Lange als hoofdscouting, dan hoeft dat ook niet per se een AD te zijn die heeft ooit 50 keer een bal kon hooghouden. Nee, dat is helemaal niet noodzakelijk. Als we verder naar AZ kijken, want er komen toch veel beleidsmakers vandaan. Robert Eenhoorn gaat daar weg. Ja, maar dat is een Feyenoordman. Die gaat echt niet naar Ajax. En daar geloof ik niks van. Ik zou het denk inhoudelijk wel een goede gast vinden, hoor. Maar ik denk dat het qua achtergrond helemaal niet past. En zou hij ook niet te slim zijn om zeg maar nu bij Ajax in te stappen? Dat hij ook denkt van, dit is niet het moment. Ja. Ik denk het zelfvertrouwen heeft om het te doen. Voor mezelf sprekend zou ik het zelfs, want we hebben het altijd over Ajax DNA en ervaring binnen Ajax. En we hebben het hier al over de vijfde kolonne. Ik zou het misschien ook wel lekker vinden als het misschien een man is met een achtergrond bij een andere club. Dus niet Robert Eenhoorn is een Feyenoorder, maar gewoon hij heeft een achtergrond bij AZ. Heeft verder weinig te maken met AZ of met Ajax. Kan daar schoon inspringen, zeg maar. Dus daar zat ik. Ja, dat vind ik dan toch wel interessant. En ik zou het wel, hè, zo'n Jordi Cruijff in de toekomst, lijkt me dat een hele geschikte naam. Maar om in deze modderpoel te springen, nou ja, ik zou het hem niet aanraden. Menno Gele om het definitief te doen. Nou ja, op dit moment is die best wel onaantastbaar. Maar ja, als algemeen directeur ga je toch krassen oplopen. En in dit modderpoeltje heel veel krassen. Ja, ik wil eigenlijk iemand die gepokt en gemazeld is. Die de klappen van de zweep kent. En Robert Eenhoorn is er zo in. Ik zat ook 100%. Nog te denken, als je aan Louis van Gaal en Marijn Beuker denkt, wie daartussen zat bij AZ, Toon Gerbrands, doet op het moment niks, staat bekend als een hele strenge man, kan reorganiseren. Nou ja, weet je wel, ik zou het leuk vinden als er, of tenminste leuk vinden, ik zou het goed vinden als er een keer out of the box wordt gedacht. Mm-hmm. Daar ben ik het wel mee eens, maar dat zijn wel echt twee mensen met zo'n Feyenoord en PSV stempel, dat ik denk dat de achterban bij Ajax dat niet echt pruimt. En ik denk ook niet dat ze zelf dat snel zouden willen. Ik vind een andere naam die ook nog heel interessant is, maar ja, die zit een beetje in dezelfde categorie oud-voetballers, heeft nu wel die functie, is Nigel de Jong bij de KNVB. Ja. Oh. Die heeft die functie nu daar. Daar hoor je hele goede geluiden over, over hem. Is een oud-voetballer, oud-Ajaxiet. Ja, misschien is dat een optie. Ja, ik vind het moeilijk, hoor. Bart is op dit moment ook veel met voetbaltechnische zaken bezig binnen de KNVB. Als algemeen directeur ben je ook verantwoordelijk voor een parkeerdek en voor de merchandise en voor dit en voor dat, voor alles eens binnen zo'n club. Ja, dus ik ben met je eens. In dat opzicht zou je dan misschien opteren voor een combirol van Gele en Nigel de Jong, zeg maar, als je er zo'n type aan verbindt. Dat zou perfect zijn. En dat is volgens mij wat Menno Gele ook ooit ook heeft geroepen. Dat hij dat alleen wil doen, en dat snap ik, want dat is namelijk heel slim van Menno, dat die iemand naast hem wil hebben, die gewoon zeg maar dat voetbalachtergrond heeft, zodat dat zeg maar niet aan hem gaat kleven. Ja, dat zou misschien een gouden combi zijn. Ja. Of Gele met Seedorf, Gele met de Jong, weet ik veel. Daar word ik wel enthousiast van. Ja, inderdaad. Dat heb ik ook, hoor. Want Gele is wel de bestuurder. Die moet je wel hebben. Ja. En die weet dat het net zo belangrijk is om goed te kunnen praten met de topmannen van ABN AMRO en Ziggo. Als dat er deuren voor je open gaan bij Real Madrid en Manchester United. Willen we nog wat kwijt over deze saga? Kunnen we het inmiddels noemen?
Ja, ik niet. Ik denk dat we heel veel besproken hebben. En dat we, de, dat we het goed uiteen hebben gezet, is mijn inschatting zo. Nu om 21:50 s'avonds. Maar ja, we gaan de komende dagen, gaat er denk ik van alles gebeuren en naar buiten komen. En misschien moeten we nog af en toe een keer een breakingje doen, Lars. Dat deden we vroeger ook nog wel eens. Ja, wie weet. Ja, wat dat betreft blijven we er kort op zitten. Want aankomende donderdag speelt Ajax alweer thuis tegen Go Ahead Eagles. Uiteraard daarna gewoon weer een wedstrijdeditie met jou, Thijs en Jan Verdonk. Nou, en ik kijk er weer naar uit, hoor. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Voor de mensen die denken, gaan ze nog voorbeschouwen op de klassieker? Die laten we even lopen. Die wedstrijdeditie heb jij slinks doorgespeeld aan mij. Die ga ik met Jan Verdonk doen. Nou ja, daar kijk ik ook onwijs naar uit. Ja, ja. Zonder gekheid, ik ben wel heel erg benieuwd wat er donderdag in de arena op gang gaat komen. Wat de supporters gaan doen of het doeken gaan zien. Ik ben zelf aanwezig op de perstribune. Ik ben ook benieuwd hoe de pers zich gaat gedragen richting John van Schip. Of de selectie hiermee belast wordt. Weet je wel, dat soort vragen gaan we allemaal de komende dagen ingevuld zien. Maar ik denk dat we wel kunnen onderstrepen dat dit wederom het volgende tragische hoofdstuk is in... Ja, in de geschiedenis van Ajax. En we zitten op het absolute dieptepunt. Want we dachten dat we niet meer dieper konden. Maar waarom? Ik durf het niet meer uit te spreken, hoor. Nee. Nee, ja, kijk, nee. Het is natuurlijk wel van alle tijden. Maar de combinatie met het sportief zo extreem slecht gaat. Ja. Dat maakt het allemaal nog erger. Want ook in de tijd van Ten Hag had je die zaak met Promes, Labiat. Was ook altijd van alles aan de gang. Alleen dan had je nog het sportieve wat heel goed was. En dan kon je een beetje daar de waan van de dag mee vullen. Maar nu is het en sportief het dieptepunt van afgelopen. Ja, noem het maar. En dan komt dit er ook nog allemaal bij. Ja. En je hebt gewoon het gevoel, Ajax is niet in controle. En dat is denk ik nog het meeste ongemakkelijke gevoel wat ik daarbij heb. Dat we nu gewoon niet in controle zijn. En dat is voor de toekomst. Hè? En dan zeker na de zomer. Ik heb er een heel hard hoofd in. Ja. Thijs, over de toekomst gesproken. Daar liep jij het afgelopen weekend rond tijdens de Future Cup. Dat was mooi, hè? Ja, lekker. En het is... Het voelt wel ongeveer als een half jaar geleden. Met alles wat er gebeurd is. Terwijl het was gisteren nog dat we inderdaad daar liepen. Dat je die jongen spreekt en de beker ziet uitgereikt worden. Nee, ja, weergaloos weekend gehad. Jullie waren er allebei natuurlijk ook bij. Bart ook op die finale dag. Ik denk dat dat qua zeg maar, het hele totaalplaatje nog wat moois was. Ook met voetbal. De zaterdag was natuurlijk mooi. Maar ben je er ook altijd nog heel nieuwsgierig naar wat gaat zo'n toernooi nou brengen. Nou ja, Lars, wij stipten toen in die podcast natuurlijk aan de kritiek op het spel en de hand van Lamy. En ja, als je dan gaat kijken naar hoe zulke dingen zich in zo'n weekend hebben ontwikkeld. Sportief op het veld. Ajax onder 17 heeft zich fantastisch ontwikkeld met jongens waarvan je het misschien niet had verwacht, die de hoofdrol hebben gegrepen. En ja, echt veel jongens met potentie. Maar ook voor ons als podcast, het was echt een beetje een soort... Ja, een beetje zoals het NOS in het spoor van Oranje natuurlijk heel succesvol maakt. Je zit er zo dicht op en je merkt ook dat je een band met dat team eigenlijk creëert. Hè. Die jongens luisteren, ze komen naar je toe. Michael Lamy luistert, die zelfs nog zegt van ja, ik heb echt geluisterd jullie kritiek en ik kon er wat mee. En dat hij dan op de finale dag na afloop gaat zeggen, heb je de hand van Lamy gezien? Ja, zulke verhaallijntjes, dat is ook al ook echt hartstikke leuk als dat allemaal zo samenkomt. Dus ja, je hoort het al als ik daar weer even aan terug. Denk, dan is er al snel weer positiviteit. En dat was ook waarom het te doen was natuurlijk, hè, die hele special. En het maakt Ajax ook weer de vereniging, hè? Dat je er echt het bijna het amateurgevoel daar weer proeft. Hè? Ja. Gewoon allemaal dicht op elkaar en ook heel, hè, de mensen ook allemaal open. Ik bedoel, je komt het terrein op en dan komen mensen naar je toe. Mensen die je van Twitter kenden of als jeugdspelers. Hè? Een praatje met Marijn Beuken, een praatje met Olivier Aartsen, die op krukken voorbij komt lopen en vraagt hoe het gaat. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie momenten. En gaan volgend jaar weer doen. Nog even speciale dank aan persvoorlichter Stefan Maas voor het allemaal regelen, toch? Ja. We zijn vaak kritischer op, maar dit was wel, Ajax was open en je merkt sowieso wel dat met de nieuwe mensen die binnen de club komen, daarom is dit ook zo vervelend dat dit gebeurt, dat er alweer meer een open club ontstaat. En dat was heel fijn om te merken afgelopen weekend. Ja,
Ja, nee, geweldig. Dus, alleen maar complimenten daarvoor. Ja. Mocht je die nou niet geluisterd hebben, die drie afleveringen. Er zitten interviews met Dave Vos in, verschillende spelers, Marijn Beuker. We zetten alle drie de linkjes even in de beschrijving. Dag 1, 2 en 3. Nou ja, ik raad het aan als je wat Ajax-positivisme wilt. En ja, geweldig om te luisteren. Volgend jaar zijn we er zeker weer bij. Wat nu betreft houden we het hier even bij. Bart, bedankt voor vanavond. Volgende week zijn wij er weer. Thijs, bedankt voor vanavond. En succes komende donderdag met die wedstrijdeditie naar Go Ahead Eagles. Jij ook, mensen, op Persco. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Doe vooral even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Dat helpt ons enorm. Geef even 5 sterretjes op Spotify. En volgende keer zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe Pantelitsch podcast. Tot dan. Ciao. Ciao. Je gaat het pas zien als je het door hebt. En dat gaat je niet lukken als je niet geabonneerd bent. Dus klik even op dat knopje en abonneer je nu op ons kanaal.